Ik ben voor een stukje ook bezorgd om het Matthäus-effect, zoals het heet. Dus zij die hebben dat, die steeds meer zullen hebben. En dat hebben we eigenlijk hebben. Met de zonnepanelen gezien. Hè? Ja, maar hier dreigt het ook te gebeuren, hè, omdat mensen die natuurlijk helemaal mee zijn, die gaan batterijen hebben, die gaan toepassingen kopen, die gaan slimme wasmachines, slimme koelkasten en noem maar op aanschaffen. En zij gaan effectief de winnaars zijn van zo'n digitale meter. En de mensen die dat niet allemaal kunnen, ja, die dreigen de verliezers te worden. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.